Met griep. En die 10 miljoen die gaat met name natuurlijk weer over minderheden, bijzondere bijstand, peuteropvang. En je ziet het dus nu ook keihard in de maatregelen terug, dan schrik je ervan. En ik kan er wel van schrikken, maar ik vind het verschrikkelijk voor degene die het treft. Hans Gerzen, je bent een nieuwe voorzitter van de Partij van de Arbeid, afdeling Almelo. We zijn begonnen aan een nieuwe periode. We hebben een nieuw bestuur. Daar gaan we met frisse moed weer tegenaan om weer dat vertrouwen terug te winnen. En dat doen we natuurlijk ook graag in provinciaal verband en landelijk verband. En daar zien we gewoon dat het oude vuur nog steeds brandt. En dat we er gewoon flink tegenaan gaan. En dat we ook weer echt centraal stellen dat de mensen die nog niet profiteren van de toegenomen welvaart, dat die dat nu wel gaan doen. En daar ligt de prioriteit. De Provinciale Staten. Op die lijst staat een hele bekende naam. Nou ja, er staan gelukkig heel veel bekende namen. Ik mag zelf op plaats 8 staan, als je dat bedoelt. Dat is niet direct een verkiesbare plek, maar je weet nooit hoe een koe een haas vangt. En we gaan er samen tegenaan. Betekent dat ook dat als jij in dat provinciale bestuur gekozen wordt, dat je dan verloren bent voor het bestuur van de fractie van Almelo? Nee, ik heb al gezegd, ik ben en blijf heel graag beschikbaar in Almelo. Almelo heeft mijn hart. Het is de stad waar mijn grote liefde afkomstig is. En ik woon hier nu graag samen met haar. En ik zal ook me blijven inzetten in het bestuur van de PvdA Almelo. Wat gaan jullie als plaatselijke afdeling doen aan de verkiezingen, wat campagnes en zo betreft? Nou, wat mij betreft is het belangrijkste dat wij zichtbaar zijn. Dat we goed laten zien en ook weer contact met de mensen maken. En dat we ons ook profileren met de belangrijkste dingen in die campagne. En dat is goed en betaalbaar wonen voor ouderen en voor jonge starters. Dat is een belangrijk thema, provinciaal maar ook in Almelo. En werkgelegenheid voor gewone mensen. Ja, het gaat goed met de economie, het gaat goed met Almelo. Maar het moet ook goed gaan met gewone mensen die ook aan de bak moeten. En dat zijn belangrijke thema's. Ook voor Almelo.